Welkom en dank dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag praat ik met Rick Molenaar. Hij was voorheen Chief Marketing Officer bij HelloPrint en United Wardrobe en is de afgelopen maanden hard aan het werk geweest om afgelopen juli zijn nieuwe startup Instant te lanceren, een B2C bezorgingsplatform voor vers specialisten. Met Rick praat ik over hoe ze bij Instant kwalitatieve data verzamelen en hoe ze dit inzetten om continu hun dienstverlening te verbeteren. Ik ben Guido Jansen en welkom in het CRO Café, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Simon Vreeman van Moof en spraken we over hoe hij het optimalisatieteam daar aan het vormgeven is. Deze aflevering met Simon kun je terugvinden op cro.café/23. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com, Effective Experiments en Online Dialogue. Welkom bij aflevering 24. Ja Rick, leuk dat we jou hier in het café mogen ontvangen. Instant is jouw eerste start-up en ik ben dan wel even benieuwd wat jouw ervaring is die jij op hebt gedaan tot nu toe en hoe je dat nu inzet bij je start-up. Ja Guido, bedankt voor de uitnodiging. Altijd leuk om dit te doen. Ik ben de laatste 7 jaar CMO geweest van snel groeiende start-ups. Dus heb vaak de commerciële kant gedaan van bedrijven die vaak klein begonnen en van daaruit snel zijn doorgegroeid. In 2013 ben ik begonnen bij HelloPrint, een platform voor drukkerijen, die eigenlijk verschillende drukkerijfaciliteiten uit heel Europa combineert met de vraag van consumenten. Toen ik daar begon, waren we daar met z'n zevenen. Ik denk een van de beste founding teams die er bestaat, een heel sterk team. Daar ben ik verantwoordelijk geweest voor de commerciële afdelingen online marketing, sales, country management. En heel snel gegroeid in 4 jaar tijd, van bijna niks naar 60 miljoen euro omzet. Dus dat was een hele mooie reis en heb ik ook heel veel kunnen leren. Toen in 2017 begonnen bij United Wardrobe, een tweedehands marktplaats voor fashion, vooral richt op vrouwen tussen de 15 en de 25. Daar het afgelopen jaar gewerkt. Ook enorm veel geleerd, enorm veel zin gehad. Maar uiteindelijk was het begin dit jaar tijd om daar ook weg te gaan. Dus dat is een beetje wat ik gedaan heb eigenlijk. Ja, je hebt natuurlijk een kindje gekregen in december. Dat doet jezelf je carrière weer evolueren. Ja, nou, een kindje krijgen, dat zal jij ongetwijfeld ook beamen. Zorg ervoor dat alles, maar letterlijk alles, nog wat meer in perspectief komt te staan. En voor mijzelf legt het ook de druk nog wel wat hoger op alle andere dingen die je in je leven hebt. En voelt het wel een soort van als zonde als je daar ook niet het maximale uithaalt. Ja. Omdat je altijd een alternatief hebt en dat is namelijk met die kleine zijn. Dus dan kan je van de dingen die je toch moet doen, namelijk werken, dus de dingen die je leuk vindt om te doen, maar zorg dat ze heel erg leuk zijn en dat je er heel veel energie van krijgt. Dus dat is best wel een hoop veranderd inderdaad. Ja. En er is best wel de druk op alle onderdelen in het leven verhoogd. En ook de lat een stuk omhoog gelegd. Ik heb nog wel één vraagje over wat je net zei. Je zei net, en ik ben benieuwd of je dat ook hebt toegepast bij je nieuwe uitdaging. Je zegt bij HelloPrint hadden jullie een beetje het perfecte start-up team. Waarom was dat dan het perfecte team en hoe zag dat eruit? Ik denk dat de basis van het hele sterke founding team was dat er een hele goede persoonlijke match was tussen de verschillende personen die er in het begin bij waren. Alle skillsets waren in dat team aanwezig, vulden elkaar goed aan, maar iedereen kon vooral heel goed met elkaar samenwerken, elkaar heel erg de waarheid vertellen wanneer het nodig was, maar elkaar ook aanvullen en heel veel snelheid maken. En dat was denk ik de kracht waarom HelloPrint zeker in die eerste 3-4 jaar enorm snel is gegaan en enorm veel stappen kon maken. Ja, dan ben ik wel benieuwd naar hoe je dat nu hebt toegepast bij wat je nu aan het doen bent natuurlijk. Maar voordat we dat daarover gaan hebben, hebben we wel wat context nodig natuurlijk. Wat ben je begonnen? Ja, samen met mijn compagnon Dirk Statema zijn wij 2 weken geleden ons bezorgplatform voor versspecialisten in Den Haag gelanceerd. Dus bij ons kan de klant al zijn versboodschappen van winkeliers uit de buurt bestellen. In 1 keer, dus van meerdere winkels tegelijk. En nog dezelfde dag bij een thuisbezorgd krijgen een tijdzak van 1,5 uur. Dus je kan in 1 keer je stukje vlees van de slager bestellen, een stukje vis van de visboer,
brood van de lokale bakker en een stukje kaas van de kaasboer. En dat nog dezelfde dag bezorgd krijgen. We zijn eigenlijk een soort van combinatie van markt met een Q, thuisbezorgd en picknick, waar je de hoge kwaliteit van producten hebt van markt, de snelheid en flexibiliteit van thuisbezorgd, dat je het kan hebben wanneer en waar je maar wilt. En doordat we bezorgingen wel kunnen combineren, mensen moeten een klein beetje vooruitplannen, hebben we de operationele excellentie van picknick in feite. En dat maakt het model wel heel sterk. Eigenlijk op die drie grootmachten daar een soort van beste combinatie van te maken. Dat ook nog een keertje heel erg schaalbaar is, zodat we geen eigen producten op voorraad hebben. Dus daar hebben we heel veel vertrouwen in. Heel veel winkeliers gesproken, heel veel klanten gesproken, heel veel industrie-experts gesproken. En iedereen is eigenlijk lovend. En nu is het dus om ons op te laten zien dat het ook daadwerkelijk een goed model is. Ja. En dat is heel leuk en ook wel heel erg spannend om dat te doen. Hoe ben je daar in vredesnaam mee begonnen? Want sowieso, er is nog wel wat concurrentie op deze markt natuurlijk. Je noemde al drie partijen die er misschien een beetje op lijken. Volgens mij zijn er nog wel wat andere supermarktketens ook bezig met hun eigen bezorgdiensten. Om dat verder uit te breiden, ook naar vers en dat soort dingen. En dus hoe ben je dan begonnen bij het ontwikkelen van dit concept? Dat je dacht van oké, maar ja, waar zit dat gat nog in die markt? Ja, zeker. Dat is een hele goede vraag. En het beste antwoord daarop is een heel lang antwoord. Want er is best wel een heel lang proces aan vooraf gegaan hoe we daar gekomen zijn. Je hebt onderzoek gedaan. In het kort begint het denk ik altijd bij jezelf. Als ondernemer, als je iets nieuws wil beginnen, moet je denk ik altijd beginnen met in jezelf kijken. En goed van jezelf te begrijpen waarin nou echt een hoop interesse zit. En waarin je het echt voor je ziet dat je daar de komende 10 jaar mee bezig kan zijn. Dat is denk ik belangrijk om mee te beginnen. Tweede stap die we gedaan hebben, is dat we heel diep in verschillende markten zijn gegaan. Dus alles lezen over bepaalde markten, precies begrijpen hoe bepaalde concurrenten werken, precies weten wat er gebeurt in elke markt, precies weten wat de sterke en de zwakke zijn van bepaalde spelers daar. We hebben heel veel mensen gesproken, wat ik zei, tientallen lokale winkels, tientallen consumenten als potentiële klant, tientallen industrie-experts. En dan is het een soort van een puzzel leggen met alle informatie die je hebt. Hopelijk komt die puzzel uit. En zo niet, dan moet je misschien wat puzzelstukjes vervangen of aanpassen. Of uiteindelijk op zoek gaan naar een andere puzzel om te maken. Dus dat is een beetje hoe we hierop gekomen zijn. Door heel diep te duiken in de markt en heel veel verschillende modellen. En dat eigenlijk te vergelijken met wat de problemen zijn van lokale winkels nu en van consumenten. En kijken hoe we dat kunnen oplossen. Maar je had vast van tevoren al een bepaald idee over hoe je bedrijf eruit zou zien. Of wat jullie zouden gaan doen. Dus hoe komen jullie bijvoorbeeld bij versproducten? Was dat, stond dat al vast dan van tevoren? Jullie hebben gewoon met z'n tweeën in een café gezeten en dachten, wij gaan samen een bedrijf beginnen. We hebben geen flauw idee wat. We kunnen auto's gaan verkopen. We kunnen verzekeringen gaan doen. Het kan versproducten gaan worden. Of was dat iets verder ingekaderd voordat jullie begonnen? Tot een bepaalde hoogte wel, en tot een bepaalde hoogte niet. Toen we bij onszelf heel erg van binnen zijn gaan kijken wat ons nou echt interesseerde, maar ook waar we heel erg goed in waren, misschien wel beter dan anderen. Toen kwamen we al snel uit dat we een hoog interesse hadden in feite de on-demand delivery markt. Ik ben enorm, misschien op zekere hoogte wel lui en hou enorm van gemak. En zie daar enorm veel kansen voor de personen die zijn zoals ik en die heel graag zouden willen betalen door iets wat ze nu zelf moeten doen. Ja. Wat nou boodschappen zijn, of iets anders laten bezorgen, of huishouden, of wat dan ook. Om dat nu te laten doen op het moment dat je het nodig hebt. Dus daar is het eigenlijk begonnen qua waar we gewoon heel veel interesse in hadden. En toen zijn we dieper gaan duiken qua hoe steekt die markt in elkaar in Zuidoost-Azië? Hoe steekt die markt in elkaar in de US? Wat zijn Europese spelers die daarin actief zijn? Wat doen ze wel goed? Wat doen ze niet goed? Waar voelen we ons heel erg mee verbonden? En waar liggen misschien nog kansen? Zowel voor de lokale winkelier, waar we een bepaalde affectie hebben, als natuurlijk voor de klant.
Als ook uiteindelijk voor businessmodel, want uiteindelijk moet het wel uitkomen en moet er genoeg marge te verdienen zijn om het uiteindelijk heel hard te schalen. Ik vind het wel mooi dat het zo'n idee uit, geboren uit luiheid, zeg maar. Dat is wel een, dat zijn wel de beste ideeën, denk ik. Ja, maar misschien is dat ik heel erg van gemak hou. Misschien een betere benaming dan lui. Hoe kan ik het mezelf zo makkelijk mogelijk maken? Maar misschien tot op een bepaalde hoogte ook wel lui uit, hoor. Zeker. Dan heb je zo'n idee. Je hebt wat onderzoek gedaan. Enkele weken geleden hebben jullie eerste launch gehad. En hoe hebben jullie dan bepaald? Oké, waar beginnen wij? Wat is zeg maar die MVP, dat minimum viable product, die dienst die we live kunnen zetten? Nou, ik denk dat het belangrijk is om in plaats van wat onderzoek te doen, heel veel onderzoek te doen. Dus we hebben uiteindelijk de markt, wisten we uiteindelijk zo goed dat, nou, ik denk dat we bijna de earnings call vanuit thuisbezorg met een aandeelhouders hadden kunnen doen toen het nieuwe kwartaal cijfers uitkwamen. Zo goed kenden we hun model en de cijfers en de groeicijfers. Dus we hebben daar eigenlijk wel weken, nou, bijna studeren was het, om in de markt te duiken. Precies weten wat marges zijn in bepaalde segmenten, precies weten wat operationele moeilijkheden zijn. En daar samenvattingen van maken, notities maken, samenvoegen en echt een soort van puzzel leggen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om heel diep onderzoek te doen. Maar op een gegeven moment, als je dan vanuit dat onderzoek en door met heel veel mensen in de markt te praten, klanten, winkels, experts, en de puzzel hebt gelegd, dan is het denk ik belangrijk heel veel snelheid te maken. En daarbij is het belangrijk om goede beslissingen te maken wanneer dat kan. Maar snelheid is denk ik wel nog veel belangrijker dan net de juiste keus maken. Als je me heel veel snelheid kan houden in aanpassen, leren, feedback krijgen en daarop itereren. Dus wij hebben ervoor gekozen om in West-Den-Haag te beginnen. Daar hebben we een hele kleine analyse voor gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dus één straat waar veel winkels zitten die heel goed aangeschreven staan. De wijken daaromheen hebben een goed gemiddeld inkomen en zouden goed passen bij deze dienst. Maar het is geen analyse van dagen of weken geweest. We hebben wel daar wat tijd aan besteed om zo goed mogelijk beslissing te maken. Maar ook gewoon heel snel uiteindelijk de stap gemaakt om een keuze te maken, producten bouwen, in de markt te gooien, daadwerkelijk klanten te krijgen die betalen, daarmee te praten, daarvan te leren en dan weer volgende beslissingen te maken. Oké, en dat gaat dan vooral over waar jullie kunnen leveren. En inhoudelijk de dienst, hoe hebben jullie dat bepaald? Van wat gaan we aanbieden? Nou, die puzzel hebben we, die allereerste puzzel hebben we gelegd op basis van hoe goed we de markt kennen en wat de eerste klanten zeiden. Dus daar stel je een aantal hypotheses op hoe je denkt dat het werkt. 80% van de hypotheses zijn denk ik fout en moeten of een klein beetje of heel erg aangepast worden. Maar daar hebben we wat keuzes in gemaakt. Dat snel gelanceerd. Gekozen om te starten met een website. We hebben 10 winkels in dat gebied aangesloten. Zo snel mogelijk een product geüpload op de database. Een shopje gebouwd op Shopify. Daar alle producten ingezet, daar de winkels ingezet en het product in principe de markt ingegooid en gestart met wat promotie. En toen begon het eigenlijk pas en hebben we heel veel feedback gehad van klanten. Ik wil kaas bestellen en ik kan het alleen als een groot stuk bestellen. Maar juist het voordeel van de lokale kaasboer is dat hij het altijd in plakjes schaapt. Ja. Hele logische dingen waar je uiteindelijk misschien zelf al achter zou komen als je 6 tot 9 maanden tijd zou besteden om dat onderzoek te doen. Maar ik weet vrijwel zeker dat je er veel sneller achter komt door gewoon live te gaan, te lanceren en het dan van klanten zelf te horen. En hoe verzamelen jullie die feedback van klanten nu? We hebben de regel dat alle feedback die we krijgen moet via binnen 48 uur opgelost worden. 80% van de feedback die we nu krijgen hebben we binnen 24 uur opgelost. Daar staat natuurlijk wel snelheid in. We doen alle bezorgingen tot nu toe zelf, zodat we, als we de spullen hebben opgehaald, enerzijds in de winkel zijn en kunnen zien hoe dat proces gaat en wat daar beter en efficiënter moet. We zien wat er allemaal mis kan gaan met bezorgen en zeker het goed houden van vers producten van hoge kwaliteit moeten we zorgen dat het gewoon netjes aankomt. Maar eigenlijk vooral zodat we bij de klant thuiskomen. Dus we vragen altijd dat we de boodschappen in de keuken of ergens anders neer moeten zetten en proberen dan eigenlijk zo lang mogelijk bij de klanten kunnen blijven hangen. Om zoveel mogelijk vragen te stellen over hoe die ons heeft leren kennen, wat zijn eerste gedachten waren. Heeft hij of zij er met andere mensen in de omgeving over gesproken? En hoe benoemden ze het dan? En welke woorden gebruikten ze?
wat we beter moeten doen, enzovoort. Heb je dan echt een vraaglijstje bij je, dat je waar je vinkjes in zet, of hoe doe je dat? Het gaat wel een beetje op gevoel. En het gaat wel een beetje met de flow van de klant. Ik denk dat het belangrijk is dat het wel heel natuurlijk gaat. Ja. Maar soms komt het wel eens voor dat we 45 minuten bij de klant thuis blijven hangen. Een kop koffie met hen drinken. En het eigenlijk met 3 kwartier weer weg moeten omdat er weer een volgende bestelling aan is. De waarde van dat soort gesprekken. Om echt te snappen hoe ze nu boodschappen bestellen. Hoe ziet een dag eruit? Hoe ziet een week eruit? Welke plek kan deze service eventueel krijgen in hun leven? Hoe belangrijk of minder belangrijk dat ook is. Ja, dat is zo waardevol. Dat vind ik het niet in geld uit te drukken, hoe waardevol de inzichten zijn in deze fase. En voor de luisteraars, om een beetje een idee te geven wat voor producten jullie allemaal verspreiden. Het gaat om, jullie hebben verschillende collecties of categorieën op jullie website staan. Dat is vis, vlees, maaltijden, groente en fruit, brood en banket, kaas, chocola, koffie en thee, wijn, voorbij de borrel en cadeaus. Ja. Die laatste is een beetje een vreemde eend erbij, toch? Is niet vers. Of zijn het verse cadeaus? Dat is een goeie. De cadeaus zijn nu in feite de cadeaus die bij de vers specialisten liggen. Dit was precies een stukje dat een van de klanten aangaf. Ja. Ze had haar versboodschappen besteld. Veel klanten bestellen ook de verse maaltijden die tegenwoordig bij de vers specialisten liggen. Bijna elke vers specialist maakt verse maaltijden qua spaghetti, stamppot, pasta met vaartvis. Of dat soort maaltijden die veel gezonder zijn. Dan de wat vettere hap van thuisbezorgd. En wel 2 of 3 klanten die vroegen specifiek heel fijn dat we onze boodschappen kunnen laten bezorgen. Maar normaal, als we bij Simon Leveld zijn en we halen daar ons, dan vind ik het ook leuk als er een verjaardag aankomt dat we gelijk zo'n theeboeket bestellen. Ja. Zodat we die zaterdag mee kunnen nemen naar de verjaardag waar we naartoe gaan. Ah, oké, dus die cadeaus die leveren jullie wel bij degene die het koopt, zeg maar. Dus niet degene waarvoor het cadeau is. Ja, klopt. Dus we zorgen niet aan de ontvanger van het cadeau, in feite. Ja. Dat zou iets zijn waar we in de toekomst zou kunnen itereren. Ja. Maar in ieder geval, in dit geval, aan de gever van het cadeau. Precies. Die het vaak gelijk bestelt met boodschappen en maaltijden. En misschien gelijk een leuk cadeau wil geven in de vorm van een doosje bonbons. Of ja, een theeboeket of iets wat daarvoor lijkt. En nu zijn nu een paar weken live. Wat heb je allemaal geleerd en aangepast? Gigantisch veel. Zoals ik zei, we leggen onszelf echt de druk op om altijd binnen 48 uur de aanpassingen doorgevoerd te hebben. Bijna op elke dimensie hebben we gigantisch veel geleerd. Van hoe je contact moet hebben met de lokale winkels en versspecialisten. En daar merk je dat al het contact en het geheel inrichten van het proces enorm veel makkelijker is als je 2 tot 3 bestellingen per week minimaal hebt. Omdat je gewoon wat vaker in die winkel komt. Zij zien dat je er bent. Zij zien dat je extra omzet brengt. En zij zien ook de noodzaak dat, nou ja, nu komen ze 3 keer in de winkel. Over een paar weken is dat misschien 10 keer. Ik moet ook voor mezelf het proces gewoon beter inrichten en zorgen dat het soepeler loopt. Dus dat is een heel belangrijk inzicht. Dat we elke wijk die we in de toekomst gaan lanceren, en zullen er veel worden. Dat we zorgen dat elke versspecialist die meedoet, zo snel mogelijk op die 3 tot 5 bestellingen per week zit. En dan kunnen we stappen maken om het beter in te richten samen met de lokale specialist. Dat is een heel belangrijk inzicht aan die kant. Aan de kant van klanten zijn het vaak wat kleinere dingen. Zoals willen ook cadeaus in de vorm van een theeboeket van Simon Leveld kunnen bestellen. Het kaas opnieuw blokken en zou ik graag in plakjes willen. Deze hoeveelheden die jullie nu standaard aanbieden is niet heel logisch voor buitenlandse kaas. Het zou in plaats van 0,5 kilo 100 gram moeten zijn. Maar ook diepere inzichten in hoe mensen boodschappen doen. Op welke momenten ze zelf naar winkels toe gaan. Bijvoorbeeld vaak op zaterdag, waarin mensen wat meer tijd hebben. Het leuk vinden om even bij de slager wat te halen. Wat bij de visboer, wat bij de groenteboer, wat bij de kaasboer. En dat het door de week voor heel veel mensen ook wel gewoon heel erg druk is. En zeker in combinatie met de sluitingstijden van de versspecialisten. Vaak tussen 5:30 en 6:30 uur, het enorm lastig is om lekkere boodschappen lokaal te halen naar je werk in je drukke baan. Dus de inzichten gaan van heel praktisch en operationeel tot een heel stuk dieper in klantgedrag, zowel aan de winkel als aan de consumentenkant. Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips?
Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is dé organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB-testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com/launch. Zoals het begin van elke start-up is het, dit klinkt nog niet heel erg schaalbaar. Hoe gaan jullie dit schaalbaarder maken? Dat is een hele belangrijke vraag. Dit model zal uiteindelijk op hele grote schaal moeten opereren. Binnen een paar jaar zouden we vanuit nu het westen van Den Haag, in heel Den Haag, in heel Nederland en in heel West-Europa moeten zitten. Waar we eigenlijk dit jaar al de stap moeten zetten naar een groot gedeelte van Nederland. Aan de operatiekant moet daar dus heel veel veranderen. Nu halen we de producten op in de winkel zelf en leveren van daaruit uit naar de klant toe. We zullen uiteindelijk per wijk, bezorggebied, wat we een netwerk noemen, dus waar een aantal verspecialisten bij elkaar zit en de wijken daaromheen bediend kunnen worden, zullen we een klein warehouse moeten opzetten waar de verspecialisten aan het eind van hun werkdag de producten en de bestellingen kunnen brengen. Wij die samen verpakken in wat de totale bestelling voor de klant moet worden en die beschikbaar maken voor de koerier die het gaat bezorgen. En de koerier in één keer 10, 15, 20 bestellingen op kan halen, naar één gedeelte van de stad kan uitrijden en daar de bestellingen in één keer kan bezorgen. Dus die warehouses die worden enorm belangrijk om te zorgen dat zowel het verkrijgen van de producten van de persspecialist heel schaalbaar en weinig operationeel kan, en dat uiteindelijk de koerier zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk bestellingen per uur kan. Dat is een hele belangrijke metric aan de operationele kant. En kan ik dan, als ik hier in Amsterdam zit, in de toekomst ook iets uit Den Haag gaan bestellen of omgekeerd? Of is het altijd lokaal? Hoe gaat dat werken? Ook daar, laten we ons leiden door de vraag van de klant. Ik denk dat het bijna altijd van lokaal naar lokaal zal zijn. Ja. Al kan ik me ook voorstellen dat je in de toekomst van lokaal naar nationaal gaat. Bijvoorbeeld als er een hele grote vraag is voor de mosselen van Nieuwke Jans. Ja. Die niet uit Amsterdam komen. Maar die wel een bepaald kwaliteitskeurmerk hebben. Dan kan ik me voorstellen dat voor bepaalde producten die binnen die definitie vallen, dat we dat van lokaal naar nationaal gaan leveren. Ik ga er wel vanuit dat het grootste gedeelte lokaal naar lokaal is. Dat je dan de beste combinatie hebt van het is heel vers, maximale flexibiliteit en snelheid om het bezorgd te krijgen. En dan kunnen we heel goed bundelen op lokale schaal, omdat de afstanden van bezorging gewoon heel klein zijn. Ja, en dat hele bezorgnetwerk, dat bouw je dus ook zelf of haken jullie in op een bestaand iets? Het komende jaar zullen we dat niet zelf gaan doen, omdat we gewoon volledig de consumenten en de winkelkant willen ontwikkelen, waar genoeg tijd en energie in gaat zitten om dat heel goed te doen. In de toekomst zullen we daar een beslissing maken om daar of met vaste medewerkers te gaan werken, of meer het Deliveroo model of Uber Eats model met freelancers gaan doen. Van dat laatste zijn we niet een hele grote fan, door bijvoorbeeld de druk die dat op de freelancers legt. Wij hebben het voordeel dat we het operationeel een stuk efficiënter hebben ingericht en zouden daardoor hopelijk uiteindelijk met vaste medewerkers kunnen werken die we gewoon goed kunnen trainen, representatief zijn voor het bedrijf en heel goed snappen wat we doen en welke hoge kwaliteit producten we leveren. Alleen dat hangt wel een beetje van de markt en van de klant af. Wil de klant uiteindelijk 4,95 blijven betalen voor bezorging, dan denk en hoop ik dat dat uit kan. Zien we uiteindelijk dat die bezorgkosten omlaag moeten om een groter bereik en misschien wel meer doelgroepen te bereiken, dan wordt dat een stuk lastiger. Dit is een CROKV-podcast. De meeste mensen proberen experimenten te draaien. Hoe gaan jullie daarmee om? Want je hebt natuurlijk in het begin nog niet heel veel data. We hebben weinig kwantitatieve data. Ja. We doen zelf het best om zoveel mogelijk kwalitatieve data te krijgen. Dat is natuurlijk iets anders en dat is in een andere schaal. Maar uiteindelijk kan je bepaalde hypotheses ook heel goed toetsen aan de hand van kwalitatieve data. Dat is denk ik belangrijk om te doen in deze fase. Om in statistische termen te spreken, ik denk dat onze p-waarde wat hoger zal liggen dan bij partijen die wat verder zijn en veel meer data hebben. Dus we zullen dat vaker de verkeerde beslissing maken, doordat we gewoon een keuze maken op basis van kwalitatieve data, die bij lange na niet statistisch significant is op een normaal significantieniveau. Ja, want dat één persoon plakjes wil in plaats van blokjes, dat wil niet zeggen dat iedereen dat wil. Nee, precies. Dus
In deze fase maak ik maar heel, heel beperkt beslissingen op die manier. Maar dat zal natuurlijk in de toekomst wel steeds meer gaan gebeuren. Dit is een model dat heel veel schaal kan en hopelijk gaat bereiken. En we moeten heel snel toe dat wanneer het basismodel goed genoeg staat, en dat zijn we nu aan het aanpassen op basis van de kwalitatieve data, dat we dan zo snel mogelijk beslissingen met een nog hogere zekerheid kunnen maken op basis van de bakken kwantitatieve data die we binnenkrijgen. Validation in every organization is de missie van Online Dialogue. Online Dialogue helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialogue gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialogue naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar onlinedialogue.nl. Nou, mijn volgende vraag, meer over de toekomst. En eigenlijk twee vragen in één. Aan de ene kant van, waar denk je dat je met Instant gaat staan over 12 maanden? Ja. Dat is natuurlijk een hele lastige, want jullie zijn ontzettend agile. De achterkant daarvan, van hoe gaan jullie onderzoeksmethode en jullie manier van werken, hoe zie je dat veranderen in het komende jaar, om Instant te ontwikkelen? Over 12 maanden zullen we minimaal in 1 stad in het buitenland zitten. Dus we zullen, denk ik, over 1 maand of 3 naar de eerste andere Nederlandse stad gaan. En daarna naar de andere Nederlandse grote steden binnen dit jaar. In ieder geval de grote steden in de Randstad zullen we dit jaar bedienen. We willen graag nog net voordat we de 12 maanden volmaken in 1 internationale stad zitten. Omdat we daar ook gewoon weer veel moeten leren hoe die stad werkt. Hoe daar de beschikbaarheid en density van lokale verspecialisten is. En hoe de klant daarop reageert. Dus die stap willen we snel maken. Als we in 1 jaar naar die schaal willen, dan moeten we ook snel stappen maken in wanneer we meer kwantitatieve data krijgen, beslissingen maken op gebied daarvan. Dus aan het einde van het jaar zullen we zeker een performance marketeer of performance marketing teampje hebben staan en een product team. En beide zullen op basis van data en het draaien van AB-testen hun beslissingen nemen in wat de beste campagnes zijn, wat de beste pagina's zijn en hoe die pagina's geoptimaliseerd moeten worden. En hoe denk je dat jullie dat gaan bepalen? Waar jullie naar gaan uitbreiden? Wat voor factoren komen er allemaal bij kijken? Wat is een goed gebied om naar uit te breiden? Dat is een van de belangrijkste vragen die we hebben. Ook daar hebben we een aantal hypotheses voor. We denken dat het gemiddelde inkomen daarvan belangrijk is. Dat de density van verspecialisten belangrijk is. Dus hoe dicht zitten een aantal goede verspecialisten bij elkaar? Ook de beschikbaarheid of juist niet beschikbaarheid van verspecialisten in dat gebied daaromheen. We verwachten dat we misschien wel net zo vaak van de ene wijk naar de andere wijk zullen zien dan in de wijk zelf. Omdat juist als je iets mist en het is wat verder weg, dat je dan wellicht wil bestellen. Ja. Maar dit is iets wat we heel erg zullen moeten uitzoeken. Dus daarom willen we ook zo snel mogelijk naar meerdere wijken in Den Haag toe, zodat we kunnen zien wat het beste werkt en wat de onderliggende factoren daarvan kunnen zijn. En ook naar meerdere steden in Nederland en meerdere steden internationaal, om echt heel goed te begrijpen wat zijn nu de kenmerken en wat zijn de dimensies, wat ervoor zorgt dat dit model wel goed werkt op bepaalde plekken en minder goed op andere plekken. Want het zal uiteindelijk zo zijn dat bepaalde plekken een heel stuk beter werken dan andere. En wij moeten heel goed gaan begrijpen wat die plekken definiëren en laten verschillen van andere plekken. Ja, je zegt, je zit nu in 1 wijk in Den Haag, waar de producten vandaan komen. En leveren jullie dan nu ook alleen in die wijk? Want dat vond ik wel interessant wat je net zegt. Van, ja, de afstand speelt wel een rol. Als je praktisch naast zit, ja, dan loop je er misschien wel naartoe. Ja. Als het een wijk verder is, dan is het juist misschien een extra incentive. Dus ja, we leven nu in de wijken daaromheen. Dus eigenlijk elke windrichting van de wijk waar dan de verspecialisten vandaan komen, daar bezorgen we naartoe. En daar gaan nu 80% van de bestellingen heen. Precies, ja. Dus 20% is in de wijk zelf, 80% is naar buiten. Ja. Dus dat denk ik wel een iets specifieke case, omdat de wijk en de straat waarin we begonnen zijn wel echt enorm goed aangeschreven staat in dit hele gebied. Dat zal voor andere wijken iets minder het geval zijn. Maar dat geeft wel aan dat het bezorggebied groter moet zijn dan alleen de wijk zelf. En eigenlijk de 3,5, 4 kilometer om die wijk heen zullen we ook mee moeten pakken. In ieder geval in het begin en uiteindelijk moeten uitvinden van wat is de perfecte balans en hoe groot het moet zijn. Ja. Dat het operationeel nog interessant is en uit kan. En dat we uiteindelijk de klant heel goed kunnen bedienen. En je had het net over, nou ja, er moeten in een wijk bijvoorbeeld goede verspecialisten zitten.
Hoe bepalen jullie dat? Gaan jullie alle Google reviews af of zo? Of gaan jullie een week lang proeverij houden zelf? Nou, we krijgen wel eens wat eten mee van de verspecialist. Ze zijn heel blij met ons, zeker als we een aantal bestellingen per week brengen. En als we aan het eind van de dag de bestelling komen ophalen, dan krijgen we best wel vaak een maaltijd mee. Dus dat is een hele mooie benefit dat er bij dit model voor ons bij zit. Om in een nieuwe wijk erachter te komen wat de goede winkels zijn, gaan we gewoon naar die wijk toe en vragen wat mensen op straat. En heel vaak krijg je daar dezelfde antwoorden uit. Daar maak ik een shortlist van. Dan kijken we in Google Maps wat er ver zit. Dus als je gewoon slager intypt in Google Maps, nou, dan komen alle slagers in die buurt naar voren. Daar maken we een shortlist van. En dan begint eigenlijk ons salesproces. Oké. En die specialisten, waarom zouden die specialisten met jullie in zee gaan? Wat is het voordeel voor hun? Goeie vraag. De wereld is best wel aan het veranderen. In een heel snel tempo. Waar een jaar, anderhalf jaar geleden nog niemand zijn boodschappen online bestelde. Is vooral met de intreding van Picnic, is dat enorm in een stroomversnelling gegaan. Het wordt steeds normaler om je boodschappen online te bestellen. Alleen, we merken dat klanten enerzijds de convenience heel fijn vinden. Dat is hetzelfde als in de convenience dat de Albert Heijn alles heeft wat je zoekt en tot 10 uur elke avond in de buurt open is. Maar consumenten missen wel de kwaliteit van de producten van de verspecialist. Voor verspecialisten is het echt enorm moeilijk om die stappen online te maken. Het is gewoon een andere skillset en een ander inzicht dan hun winkel draaien, klantcontact hebben, goede producten inkopen of zelf maken. En dat in een persoonlijke relatie met de klant verkopen. Om een goed geoptimaliseerde website te ontwikkelen. Daar online marketing voor te doen. En zelfs als dat lukt, is de vraag hoeveel consumenten uiteindelijk op zoek gaan naar de website van de specifieke slager in een bepaalde straat. Dus het aggregeren van die vraag, waardoor je niet op zoek hoeft te gaan naar de specifieke slager, maar naar één platform kan waar je alle verspecialisten op kan vinden en dus ook al je boodschappen in één keer kunt doen van de verschillende winkels, dat maakt ze een stuk sterker om die stap naar de consument te maken. De verspecialist biedt hele mooie producten, maakt er ook een hele mooie marge op, dus is ook heel erg geneigd om, wanneer hij een bepaalde kans of juist bedreiging ziet en daar zelf niet op in kan spelen, om met ons samen te werken om juist die stappen wel te maken. Dus het salesproces gaat eigenlijk heel, heel erg makkelijk. Als we bij een ondernemer in de winkel komen om ons verhaal te doen en te vertellen wat we willen doen en wat we willen bereiken, gaat het eigenlijk heel makkelijk. En we hebben nu een conversiepercentage van 75% op de salesgesprekken die we draaien. En dan zitten in die 25% ook de partijen die ondertussen de winkel hebben verkocht, dus over een paar maanden niet meer bestaan enzovoort. Dus we hebben daar wel een hele goede fit tot nu toe. En dat gaat heel makkelijk om die gesprekken te doen met lokale winkeliers. En is dat ook je belangrijkste kanaal voor promotie? Zijn dat die winkeliers? Of hoe zorgen jullie ervoor dat mensen jullie naam te horen krijgen? Lokale winkeliers en de promotie die zij doen, zijn denk ik een heel belangrijk kanaal, als in dat zij het vliegwiel wat sneller kunnen draaien. Ik denk dat zij een multiplier geven aan de promotie en marketing die we zelf doen. Okay. Zelf zullen we een stukje awareness en acquisitie in de funnel moeten doen. Daar zit onze ervaring en onze kennis en dat hebben we altijd gedaan. En dat stukje moeten we heel goed voor elkaar krijgen en veel vragen naar het platform krijgen. De lokale winkelier kan, doordat die flyers in zijn winkels heeft liggen, doordat hij met de klant die al in de winkel komt praten en uitleg geven over het model, doordat we op de schermen staan, doordat ze de social kanalen inzet, daar een heel sterk effect als extraatje aan geven. Wij denken wel dat we een groot gedeelte van de marketing en acquisitie in de beginfase van de funnel zelf moeten doen. Maar dan zitten deze effecten die het net wat sneller laten draaien, die zitten er wel in. En een effect van keer 1.2 op de marketing en promotie die je doet, dat scheelt uiteindelijk heel veel in efficiëntie en schaalbaarheid wat je kan bereiken. Hoe doen jullie dat nu dan? Is dat vooral online dat jullie die promoties doen? Moet ik aan advertenties denken? Of gaan jullie alle huizen in die wijk langs met foldertjes? Ja, in eerste instantie dus online. Dat is het snelste om op te zetten. En dan krijg je ook net wat sneller data terug wat je kan interpreteren. We zien dat sommige campagnes daarin heel goed werken. En dat sommige campagnes daar nog wel veel werk nodig hebben. We zijn nu ook offline campagnes aan het opzetten. En verwachten daar eigenlijk heel veel van. Dit is uiteindelijk een model dat een
hoge klantwaarde heeft. Dat biedt ook de ruimte om een kanaal als DM door-to-door in te zetten. Het is een model dat wel iets meer uitleg nodig heeft. En wat ook wel echt vertrouwen moet wekken bij de consument. Dus promotie deur tot deur lijkt daar best wel goed mee aan te sluiten. Over 2 weken gaan we daar de eerste test mee doen door in het Statenparkeer in Den Haag en de wijken daaromheen promotie te doen, offline. En daar hopen we goede resultaten in te zien. Daar heb ik best wel hoge verwachtingen van eigenlijk. Kijk, cool. We hadden het in het begin dus dat er bij Hello Print een heel goed founding team zit. Dan ben ik wel benieuwd hoe je dat nu toepast. Ja, goede vraag. En dit vind ik een van de lastigste onderdelen die er is. En uiteindelijk komt hier heel, heel veel gevoel bij kijken. Toen ik wegging bij United Wardrobe, heb ik heel even de tijd genomen voor mezelf om te bedenken wat ik wilde doen in de volgende stap, wat daarin belangrijk was. Ik weet dat ik best wel kritisch en eigenwijs ben op veel verschillende onderdelen en dat ik best wel veel nodig heb om uiteindelijk heel veel energie uit een baan of een uitdaging te krijgen. Dus voor mij heel belangrijk dat er enorm veel potentie in zit en enorm veel ambitie in een bedrijf en een model zit. Maar ik heb ook een hele sterke mening over hoe cultuur moet zijn, hoe kernwaarden binnen een bedrijf moeten werken en best een sterke visie op strategie en visie. Dat maakt het best wel lastig om die combinatie te vinden bij een ander bedrijf. Dus voor mij is ondernemen niet iets wat ik altijd al riep dat ik dat wilde doen en dat ik niet anders kan dan zelf bedrijven uit de grond stampen, maar meer een soort logisch gevolg van waar ik naar op zoek ben en wat echt goed bij mij past. Dat is gewoon heel lastig om ergens anders te vinden. Dus is het makkelijker om een model te bedenken waar in ieder geval genoeg potentie en ambitie in zit. En dan daar de juiste mensen bij te zoeken die daar heel goed bij aansluiten en het daar samen mee te doen. Dat was het idee. Alleen die laatste stap is toch nog wel een heel stuk makkelijker dan ik misschien in eerste instantie dacht, daar de juiste mensen bij vinden. Ik denk dat ik daar zelf ook vrij kritisch op ben. De lat bij mezelf ligt vrij hoog. Bij anderen denk ik ook. Dus dat heeft best wel wat tijd gekost om daar de juiste persoon in te vinden. Ik ben daarvoor een Startup Generator programma gejoind 9 weken geleden. Dat is een programma dat is eigenlijk net voor de klassieke Accelerator programma's en helpt ondernemers bij het vinden van de juiste co-founders, het verder ontwikkelen van je idee en het ophalen van de eerste investering of funding. En daar ben ik Dirk tegengekomen. En dat merkt ze eigenlijk gelijk al heel goed persoonlijk. Als dat we het enorm fijn vinden om met elkaar te werken. We elkaar ook echt een heel stuk meer snelheid geven dan als we niet met elkaar werken. En we elkaar helemaal compleet kunnen vertrouwen. In het begin hadden we daar best wel wat twijfels over. Omdat het leek alsof onze skillsets heel erg op die van elkaar leken. We zitten allebei aan de businesszijde van het spectrum en niet aan de technische zijde. Maar naar toch veel samenwerken merkten we dat daar toch wel wat verschillen in zaten. Zowel qua persoonlijkheid als aanpak, als ervaring, skills en competenties. En nu voelt het als een perfecte fit tussen ons tweeën om dit verder te brengen. We weten dat we nog wel wat skills missen om dit uiteindelijk helemaal door te trekken. Er moet over een paar maanden een hele goede operationele gast bij, of vrouw, die ons helpt om echt heel strak in te richten. Er moet nog iemand bij aan de productzijde en aan de technische zijde. Dat gaan we zeker nodig hebben. Maar de komende 3 maanden kunnen we dit met z'n tweeën en eventueel wat andere mensen daarbij die ons daarbij kunnen ondersteunen, echt een heel goed stuk doortrekken. Dus het is een heel stuk, denk ik, persoonlijk gevoel. Kan je met iemand heel goed werken? Raak je niet geïrriteerd door iemand? Vertrouw je iemand helemaal? Hoef je nooit iemand te controleren of nooit iets dubbel te vragen? Heb je een goede vibe tussen jullie als personen? En dat is denk ik wel altijd de basis. Want je moet het misschien wel 10 jaar lang, elke dag, 10 uur per dag met elkaar doorbrengen. Als je dan in het begin al irriteert aan bepaalde dingen van elkaar, dan wordt het denk ik een hele lange en niet zo leuke 10 jaar. Ja, precies. En je geeft aan van, je begint niet met alle capabilities. Jullie zijn bijvoorbeeld niet, je zit heel erg aan de business side en niet aan de techniek side. Zijn er dan bijvoorbeeld dingen die jullie nu, wat zijn de dingen die jullie uitbesteden? Of doen jullie echt nog steeds alles wel zelf? Ja, in dit geval doen we alles zelf. Ik draai marketing en product. Dirk draait sales en operations.
Ik heb veel ervaring in marketing en kan dat uiteindelijk op een redelijke termijn doordraaien. Op het gebied van product kan ik nu denk ik veel snelheid maken op een beetje een hacky manier om snel dingen te lanceren. Maar weet ik 100% zeker dat ik daar nou, op hele korte termijn al niet meer de beste persoon voor ben. Dus daar moet iemand bij komen die zowel over de UI en UX van de website en de flows kan nadenken, als dat kan implementeren en nieuwe features kan maken. Dirk heeft eigenlijk datzelfde aan de sales, account management en operations kant. Dirk kan denk ik voor altijd, mocht dat nodig zijn, sales en account management doordraaien. Op een gegeven moment zal hij het niet meer doen, omdat zijn tijd gewoon bij andere dingen veel belangrijker en nodiger is. Maar Dirk zal ook op operations op een gegeven moment, en ik denk ook wel in een periode van 3, 4, 5 maanden, moeten overdragen aan iemand die daar gewoon nog een heel stuk sterker in is. Dus we kunnen in deze fase alles zelf. Het voordeel is dat we met elk onderdeel bezig zijn en uiteindelijk alles in deze fase ook nog enorm met elkaar te maken heeft. Dus dat we daardoor verbanden goed kunnen leggen. Maar uiteindelijk zullen wij bepaalde onderdelen op een redelijk korte termijn al niet meer de beste zijn. Dan moeten daar dan andere betere mensen bij komen die onderdelen zelfstandig en veel beter kunnen draaien. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Ik vind kwalitatief onderzoek doen een heel belangrijk onderdeel van die mix, zeg maar. Jij zei net al, je vindt het belangrijk dat je niet een paar onderzoeken doet, maar juist dat je heel veel onderzoek doet. Ik vind juist die mix tussen kwalitatief en kwantitatief belangrijk. Ja, het is leuk dat je Google Analytics hebt, maar dat vertelt nog steeds niet waarom iemand een bepaalde keuze maakt. Aan de andere kant, ik kan wel mensen gaan interviewen dagenlang. Maar ja, dan heb ik op een dag misschien 6 mensen of ik heb er 20. Maar ja, hoe representatief zijn die nou voor de hele doelgroep, weet je niet. Er zijn nog wat tussenvarianten zoals een Hotjar of een Usabilla, waar je wel wat meer bereik mee hebt, wat meer kwalitatief vragen kan gaan stellen. Het is juist naar mijn idee die mix die ervoor zorgt dat je goed kan uitleggen wat er gebeurt. Dat kan spiegelen van oké, ja, ik heb dit gezien in jullie geval. Als ik bij iemand naar binnen loop, is inderdaad van ze vallen over hoeveel gram bijvoorbeeld. Van ja, de halve kilo kaas, dat is de enige optie. Ik had iemand die daarover klaagde. Nou prima, dan kun je teruggaan naar je data in Google Analytics. Kijken van de mensen die kaas bestellen, is dat inderdaad de stap waar ze op afhaken. En juist die combinatie, dat gaat jou verder brengen, denk ik. Hoe zorg je er inderdaad voor dat je de juiste informatie van die klanten terug... Je hebt net gehad over die interviews. Ja, dat is redelijk ad hoc. Je hebt niet een strikte vragenlijst natuurlijk. Ik snap dat het ook niet werkt als je bij iemand binnen stapt. Maar hoe zorg je ervoor dat je op andere manieren nog meer van dat soort informatie structureel binnenkrijgt? Ik denk dat wat jij zegt, dat klopt helemaal. En wat veel mensen misschien ook denken, is dat kwalitatief en kwantitatief een soort vervanging van elkaar kunnen zijn. Maar dat is denk ik nooit het geval. Het is altijd de combinatie van de twee die het heel sterk maakt. Daarom moet je wel tot op een bepaalde hoogte roeien met de ritme die je hebt. Als er weinig kwantitatieve data is, dan moet je misschien wel nog meer kwalitatieve data hebben om wel stappen te kunnen maken. Maar uiteindelijk is het altijd de combinatie. En zelfs op de schaal waar wij nu in zitten, kunnen we al best wel wat dingen uit kwantitatieve data krijgen waar de problemen zitten. En kwantitatief onderzoek helpt denk ik heel vaak bij waar het probleem zit. Uitvinden wat dan precies het probleem is en wat de oplossing zou moeten zijn. In veel gevallen is bij die probleemstelling kwalitatief onderzoek net een stukje beter. Dus wat we nu bijvoorbeeld doen is dat we kijken elke dag in Google Analytics hoe bepaalde flows gaan en waar mensen vastlopen. Dat is nog op een hele kleine schaal. Dan kunnen we niet statistisch significant iets van zeggen. Maar dat geeft wel inzicht in waar mensen vastlopen. En ook waar mensen wel en niet klikken. Welke categorieën worden wel opgeklikt, welke niet. Waar blijven mensen lang hangen.
En waar gaan mensen juist weer snel door? En dan kunnen we daar wat dieper op inzoomen. Via bijvoorbeeld een chat die omhoog komt. Als je op die pagina komt waar we wat vragen over hebben en zien dat mensen vastlopen. Of juist in de interviews wanneer we met klanten daadwerkelijk zijn. De vraag stellen, hoe kijk je naar onze vleescategorie? En hoe kijk je naar onze viscategorie? En heb je daar al gekeken? En wat vond je daarvan? Wat waren de dingen die raar zijn? Welke dingen zou je graag anders willen zien? En die combinatie is denk ik heel sterk. En uiteindelijk zal, naarmate wij groeien en meer volume krijgen, ons stuk kwantitatieve data steeds meer toenemen. Maar kwalitatieve data en inzichten zou altijd een heel belangrijk onderdeel van die mix moeten zijn. Eigenlijk net zoals jij beschrijft. Ja, het is natuurlijk de valkuil en die is heel logisch. Google Analytics heeft iedereen. En dat staat altijd aan en die data heb je nu eenmaal. Dus dat daar de nadruk op gaat liggen, dat is een soort natuurlijk gedrag dat je denkt van ja, die data heb ik altijd al aan kijken. Dan wordt het belangrijker dan dat het misschien is. En dan dat kwalitatief opzetten, dat is altijd een extra handeling natuurlijk. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie die kwalitatieve informatie, ja, hebben jullie daar een structuur voor? Verzamel je dat of leg je dat op een bepaalde manier vast? Of zit het vooral nu nog in je hoofd? Ligt een beetje aan welk kwalitatief onderzoek we doen. Echte interviews die we plannen. En die plannen we nog steeds met industrie-experts of klanten die zich wel geregistreerd hebben, maar geen bestelling hebben geplaatst. Dat is vaak ook een hele waardevolle bron van nieuwe informatie. Ja. De interviews die we plannen, daar zorgen we dat we gelijk op dat moment notities maken. Gelijk na het interview schrijven we die uit. Komen daar een aantal actiepunten uit. En die voegen ook toe in onze Excel-sheet, waar eigenlijk de dingen uitkomen van deze moeten we binnen de 48 uur die we afgesproken hebben, gelijk doorgevoerd hebben. Dus daar zit een redelijke structuur in. De gesprekken, het zijn in feite meer gesprekken dan interviews namelijk. Bij klanten thuis is wat meer free flow. Maar zorgen wel altijd dat wanneer we in de auto zitten op de terugweg, dat voordat we wegrijden, we eerst notities maken, zodat we die later 's avonds kunnen uitschrijven. Want juist die onderdelen teruglezen, helpt uiteindelijk ook weer als je naar kwantitatieve data gaat kijken en mensen een bepaalde categorie of pagina's vast ziet lopen. Soms ligt het antwoord dan al in een interview dat je eerder hebt gedaan, waar je nog niet de juiste connectie kon maken en kon begrijpen wat daar precies mee bedoeld werd. Ja. Maar misschien wel op het moment dat je ziet dat mensen altijd vastlopen op de kaaspagina. Dus dat proberen we een beetje op die manier te doen. En soms is het dan niet helemaal meer duidelijk wat je met een bepaalde notitie bedoelde. En moeten we dat nog wel iets strakker opschrijven. Maar ik denk dat we dat gematigd gestructureerd doen. Hey Rick, dankjewel. Onze tijd zit er een beetje op. Want superleuk om te horen wat jullie allemaal aan het doen zijn. En hoe jullie dat aanpakken. En ik zou zeggen heel veel succes de komende maanden. Ik ben benieuwd naar jullie volgende stad. Ik zou zeggen Oudekerk en Amstel. Dat is een heel goed tweede punt voor jullie om te lanceren. We zullen het meenemen in ons marktonderzoek. Ja. Ik heb wel één positieve referentie. Dus dat scheelt altijd in dat onderzoek. Hartstikke graag gedaan. Ik vond dit superleuk om te doen. Dit is een supermooie podcast. Cool. Ik ben heel blij en vind het heel leuk om daar een keertje onderdeel van te zijn. Dus ik heb het ook echt leuk gevonden. Dankjewel. En spreek je later. Graag gedaan. Spreek je. Dankjewel. Doei doei. Doeg. Zometeen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse Neuronugget Troet. Philip Jordanoff van Neurofight Academy deelt wekelijks 1 psychologisch principe uit hun trainingen met ons. Deze week gaan we door met deel 2 over nudging. Vorige week zijn we begonnen aan nudging-strategieën voor conversie. Daarbij bespraken we de kracht van defaults en understand mappings. Vandaag kijken we naar nog 2 andere nudging-strategieën die elk een positief effect op conversie kunnen hebben. Structureren en feedbackmechanismen. In Neuronugget 16 bespraken we de paradox of choice. In het alsmaar toenemend aanbod van de markt ontstaat er keuzestress. Het brein van bezoekers raakt hierdoor overweldigd. Dit wordt ook wel cognitive strain genoemd. Dit is een hoofdoorzaak van lekkende funnels en shopping cart abandonment. Structuurnudging kan worden gebruikt om dit te voorkomen. We bespreken 2 strategieën uit ons Brain and Behavior curriculum. Met Elimination by Aspects help je bezoekers de juiste keuze te maken door het aanbod te filteren op basis van hun preferenties. Zo hoeven ze alleen maar te kiezen uit producten die voldoen aan hun eisen. Door dit proces te automatiseren en zo vaak te herhalen als nodig, breng je keuzestress terug naar een minimum. Daarnaast kun je collaborative filtering inzetten. Hiermee geef je bezoekers de mogelijkheid te filteren op basis van de voorkeur van hun medebezoekers.
Hier geldt het principe van social proof. Bezoekers neigen hun voorkeur aan te passen op het meest gekozen product. Door elimination by aspects en collaborative filtering te combineren, geef je bezoekers de kans om frictieloos te navigeren door het productaanbod. Een van de andere en beste manieren om het keuzeproces dat tot conversie leidt te assisteren, is met feedback. Feedback is meer dan een formuliertje achteraf. Door de juiste feedback te geven op het juiste moment, kan het gedrag van gebruikers met precisie genudged worden. Een perfect voorbeeld van deze precisie vind je in elektrische tandenborstels. Het ingebouwde feedbackmechanisme laat de gebruiker exact weten waar, hoe lang en hoe hard er gepoetst moet worden door kleine feedback nudges te geven. Met positieve en negatieve feedback leid je bezoekers door je funnel heen door gedrag te belonen of te corrigeren. LinkedIn gebruikt dit principe door voortdurend feedback te geven op voor hoeveel procent jouw profiel compleet is. Stap voor stap worden bezoekers zo genudged om hun profiel uit te breiden en de service te blijven gebruiken. Dit zijn de drie takeaways van nudging, structureren en feedback die je direct kunt toepassen. Keuzestress kan conversie flink verlagen. Voorkom dit door elimination by aspects te gebruiken. Bezoekers kunnen zo producten filteren op keywords na keuze. Nog efficiënter is om deze strategie te combineren met collaborative filtering. Hiermee geef je bezoekers de mogelijkheid om te filteren op basis van de voorkeur van medebezoekers. Door kleine feedback nudges te geven op het online gedrag van bezoekers, leid je ze met precisie door je funnels heen. In Platform UX kun je dit ondervangen met een feedback systeem dat gebruikers aanstuurt hun profiel stap voor stap compleet te maken en zo de service blijven gebruiken. Volgende week bespreken we de laatste aspecten van nudging en conversie en introduceren we het minder populaire broertje van nudging, sludging. Sludging, ik ben benieuwd. Dankjewel Philip voor je nudge om ons wekelijks over dit soort zaken te laten nadenken. Dit was de wekelijkse Neuronugget en dit was het CRO Café aflevering 24 met Rick Molenaar van Instant. Wij blijven wederom aan de klantzijde, want volgende week zitten we om tafel met Denise Visser, Product Manager Experimentation bij Bol.com. Na de implementatie van Bol.com's eigen data en analytics toolset is haar team nu bezig met de volgende stap. En dat is de ontwikkeling en implementatie van een eigen gemaakte experimentatietoolset met als doel om alle productteams zelfstandig en gestructureerd aan het experimenteren te krijgen. Hoe dat gaat hoor je in aflevering 25. Tot dan en always be optimizing.